Hallo, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video van ons. We gaan Andalusië verkennen en Jorn heeft een leuke route uitgestippeld. Alhama de Granada, daar zijn we nu. En we gaan naar Granada en dan naar Córdoba en naar Sevilla en Cadiz. En de zon schijnt dus niet altijd in Spanje. Ben ik lekker aan het ontbijten, schijnt het zonnetje en nu wil ik naar buiten. Regen. Het is heel de week al slecht weer. We zijn hier nu een paar daagjes. En je hebt hier een hele mooie kloof waar je doorheen kan wandelen. En ik wil nog het dorpje bezoeken. Maar ja, met dit weer. En het blijft nog wel tot na het weekend slecht. Ik hoop dat ik nog kan wandelen als het droog is. Wat is er in Alhama de Granada te zien? Een derg afwas. Die gaan we maar eens trotseren vandaag met dit weer. Moet je anders als het regent? Accu is ook bijna leeg, dus ik kan ook niet achter de laptop. En met het weer van afgelopen paar dagen is onze huishoudaccu bijna op. Gooi even wat beelden eraf hoor, want de laptop is alweer vol. Kan ik geen filmpjes meer maken. Mooi klusje voor vandaag. Ja. Ja, totdat die leeg is, want dan hebben we niks meer. Nou, dan moet de motor maar even starten, hè. Waarom ga je de motor starten? Accu's leeg. Ik wil mijn laptop opladen. Dus. En je verwacht niet dat er nog zon komt vandaag? Nee, dat gaat het niet meer worden. We hebben juist zo'n mooi uitzicht. Maar ja. Zonnetje, kom eens onder de wolken door. Doe je het ook een beetje warm stoken? Ja, tuurlijk. Gaat het zwarte erbij, hè? Nou, werk ze. Dank je. Daar staat Adriaantje. Beneden aan het dorp. Dit is ons uitzicht. Daar beneden zie je een pad. Dat is de route die je kan lopen door de kloof. Een deel van de kloof zie je nu ook. En we hebben prachtig uitzicht. Het is alleen jammer dat het weer nu van ja, sinds maandag niet zo mooi is. Regen, bewolkt, wind, fris. Nu is het even droog. Mooi. Zo, net op tijd binnen. Tijd, het regende. Oh. Ik heb niet eens gevonden wat ik wilde zien. Oh. Nou kan ik niet heel Alhama de Granada zien met al zijn mooie dingetjes. Het is zo'n pakketje, denk je? Ja. Alles is zeiknat. Mijn schoenen, mijn broek. Mijn neus. Mooie kloof, hè? En groen. Komt natuurlijk door al die regen die is gevallen ook. En het pad. Maar is het ook heel mooi zoals jullie zien. Het zonnetje is gaan schijnen.
pad is lekker modderig. Oppassen dat ik niet uitglij wanneer ik omhoog moet lopen of sowieso opzij. En ik volg de geel met witte strepen. Samen met de vriendje, daar heb ik nog geen naam voor. En Kroelie was er gisteren ook. En die liep heel met ons mee. En toen wachtte ze op mij. En toen was ik meeuw, meeuw. En toen liep ze elke keer achter ons aan. En ze is zo lief. Ik wilde meenemen. Maar ja, ze is van iemand, hè? Ja, Kroelie. Deze twee doen lekker spinnen. En er is nog een katje. Maar die laat zich niet zien. En die wonen daar, in een grothuisje. Oh, ik kan hier wel blijven. Wat is het leukste van Alhama de Granada? Poesjes. Ja, inderdaad, dat vindt Kroelie ook. Lekkie. Ik ga naar huis. Zo, ik loop nu naar huis. Als je hier dan zo loopt in de kloof. En het is nog niet eens de grootste en de hoogste kloof, kan je nagaan. Ik voel me nu al heel klein. Diepzinnige gedachten van Anita. Einde wandeling. En weer terug het dorp in. Het politiebureau en het gemeentehuis. Het kasteel. En de kerk Iglesia del Carmen. Hier heb je ook een mooi uitzicht. Daar in de verte zie ik een poortje. En je kijkt zo de kloof in. En daar de kerk Iglesia del Carmen.
We gaan Alhama de Granada verlaten. Yes. We hebben hier een paar dagen gestaan. En het was hier goed voor Spanje. De bloemetjes en de plantjes. Minder leuk voor ons. Want het heeft veel geregend. Heel veel. Maar goed. Vond je deze video leuk? Geef ons een duimpje. Abonneer op ons kanaal. En wij zeggen tot de volgende video. Hasta luego. Hasta luego. Op dit mooie plekje stonden we. Met het mooie uitzicht. Ja, op ons balkonnetje. Laat jij zien hoe mooi het hier is? Ja. Kom snel terug naar de bus, want het regent. Ja. Er staan best wel campers nu. Inderdaad.